Nee, nu ik die bril zie, vroeger met die, heb ik dan wel eens verteld die anekdote van die bril? Van Joop van die wedstrijd? Nee, dat we vroeger bij Europa Cup wedstrijden, als we dan naar het buitenland gingen als journalisten, dan waren er eerder hoeren op je kamer dan je koffers. Maar dan komen we onder het hotel, hij had een nachtclub en een collega van ons met een grote hoornen bril. Die. Nee, er was een nachtclub act en die mevrouw op het toneel ging zich uitkleden. En die ging dan van het podium af en die voelde dan in je broek zo van. En als je een stijve had, dan moest je op het toneel komen. Ja, nou, ja, ja, die collega met die bril, die had inderdaad een stijve. Ja. En die moest op het toneel komen. Pakte ze zo. Laten we zeggen Kees Jansma. Ja, joh. Maar we moeten er toch een beeld bij hebben. Ja, ja. Nou ja. Ja, oké. Okay. Maakt niet uit. Ja? Kees Jansma. Ja. Ze pakt de bril van Kees. Ja. En duwt hem zo in de muts. Nee. Ja. Ja, en weg. Ja, die was helemaal weg. En toen later, toen haalden ze me eruit en kreeg Kees hem weer op. Nee, het was Kees niet. Ah. Helemaal beslagen. Met een barst eruit. Nee, maar dat waren, wij gingen ook heel veel naar musea toe. Ja, ja, ja. Kees zou eigenlijk aanstaande vrijdag komen. Ik denk dat hij niet meer gaat komen. Nee, maar ik moet de verdediging aan Kees, want Kees kent dit verhaal ook. Ja, ik denk zelfs dat Kees erbij was, ja. Maar het was Kees niet, hoor. Nee, nee, dat zou Kees nooit toestaan. Nee. Het was Eddie Poelman. Ja. Nee. Ik noem geen namen.